Al 10 jaar lang organiseert de businessclub Hellendoor Nijverdal de ondernemingsverkiezing. Dit jaar zijn er 3 berengoede ondernemingen die strijden om de titel voor een jaar in de wacht te slepen. Dat zijn Nemaco, Camping Noetselenberg Bistro de Allestee en Zeelandse Wegenbouw. Wat onderscheidt jullie om genomineerd te worden? Het onderscheid dat wij maken is dat wij echt een familiebedrijf zijn waar al 45 jaar echt in het toerisme zit en in de horeca. Echt familiebedrijf, kleinschalig. We zijn echt nog aandacht voor de gast. De gast kan hier op de camping en in de bistro lekker ontspannen. Gewoon heerlijk ontspannen, genieten van een lekker kopje koffie, een lekker lunch of diner. Maar ook heerlijk kamperen met alle faciliteiten. We zijn een 5-sterren camping sinds vorig jaar december 2016. Dus gewoon een topbedrijf. Ik denk dat dit keer dat we ons hebben onderscheid hebben gemaakt in het project Nuggers waar we mee bezig zijn. Het project Nuggers zijn kinderen van 18 tot 27 jaar hoofdzakelijk. Die dus geen uitkering krijgen en werkzoekenden zijn. En daar zijn geen regelingen voor. En samen met de gemeente Hellendoorn zijn we bezig om dat in te vullen. En wij als werkgroep van Scoren in Hellendoorn, waar ik onderdeel van uitmaak, maken ons sterk voor dat onze plaatselijke ondernemers dat gaan oppakken. En dat 1/3 van het budget van de gemeente Hellendoorn, wat aanbesteed wordt of wat in de markt wordt gezet, bij onze plaatselijke ondernemers terechtkomt. Dus voor wat hoort wat. Nou, wij zijn vorig jaar natuurlijk ook genomineerd. Net niet geworden. Maar ik denk dat wij veel voor de Nijverdalse omgeving doen. We sponsoren veel. Regionaal zijn we goed bezig. We hebben veel mensen uit Nijverdal aan het werk. Ja, en we zijn een leuk bedrijf. Wat houdt jullie actief en groot in de markt? Ja, ik denk dat wij ons met ons maatschappelijk verbeterd ondernemen. Maken we ons sterk in de markt. En ik denk ook de diversiteit van onze werkzaamheden. Als je ons bedrijf goed kent, dan zijn we behoorlijk divers. Het is te veel om in een minuutje te vertellen wat we allemaal doen. Maar ik denk dat we ons daarin onderscheiden. Elk jaar inspeling op de trends, vooral in het toerisme. De verhuurobjecten, dat is echt de toekomst. Steeds meer mensen hebben een eigen caravan. Dus mensen gaan toch wat huren. Een leuke chalet of een leuke lodge. Of een keer een weekendje gewoon met een tentje een keer weg. Dus ja, blijven investeren in goede faciliteiten. Wifi wordt steeds belangrijker in het verhaal met kamperen. En omtrent het bistro-verhaal, zorgen dat je een goed terras hebt. Goed investeren in een goede kwaliteit, een goede kaart. En goede producten uit de streek gebruiken. En dat zijn echt wel dingen wat we in de toekomst nog meer moeten gaan doen. Wij onderscheiden ons. We doen 3 dingen. Verkoop, verhuur en service. Voor de professional, maar ook voor de particulier. Dus we hebben een heel brede doelgroep. Johan Middelkamp van de Zeelandse Wegenbouw ging bij de andere 2 bedrijven langs om een mooie mascotte te brengen. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoi. Hier, berengoed. 3 ondernemingen die berengoed zijn. Nee, leuk. Een leuke dag. Leuk. Ik heb weer 3 berengoede partijen. Top, dankjewel. Of niet? Ja, en dit is wel. Ik hoop dat het een geluksbeer is. Hoe schat jij je kansen in? Ja, dat is een mooie. Ja. Nou, ik denk dat het heel lastig wordt. We hebben 3 berengoede partijen. En we hebben allemaal ook een geluksbeer gekregen. Dus ik denk dat we gewoon allemaal een 1/3 kans hebben om het te gaan winnen. Ik denk dat wij een hele goede kans maken. En uiteindelijk zijn het er maar 3, maar het zijn wel 3 hele mooie bedrijven. Enige verschil is met vorig jaar, is dat nu de jury van de BCHN 50% van de stemmen heeft. En de bezoekers op de avond zelf ook 50%. En aan het eind van de avond wordt er dus bekendgemaakt wie de grote winnaar is. Ik denk dat wij de kansen hoog inschatten. Vooral omdat wij een bedrijf zijn wat al heel lang bestaat. En ook wel een beetje een gunningsfactor hebben. Een keer een bedrijf wat niet op een instituutterrein zit. Een leuk bedrijf van wat veel gasten naar de gemeente Hellendoorn brengt. Veel toeristen die hier besteden in de winkels, in de andere horecafaciliteiten. Dus daarom denken wij dat we een grote kans maken. En wat denk je, als je de prijs wint, wat brengt dat je? Nou, als ik kijk naar bijvoorbeeld Metal of Reflex Promotions van vorig jaar en het jaar ervoor de winnaars. Nou, Reflex die hebben sowieso een vogelvlucht gemaakt in de omzet en naamsbekendheid. Nou hebben wij al wel een hele goede naamsbekendheid, maar ik verwacht nog wel meer te kunnen halen. Ik denk dat gewoon net echt dat extra stukje publiciteit trekt voor ons, voor ons campingbedrijf. Er zijn toch wel veel toeristen, ook wel uit de gemeente Hellendoorn of de regio's hieromheen. Het restaurant zal er toch weer een extra impuls door krijgen van mensen die toch een keer een hapje willen eten. Of weer een keer gaan fietsen of wandelen en dan bij ons op het terras een kopje koffie of een biertje gaan doen. Dus ik verwacht gewoon meer gasten door.
Nou, ik denk sowieso ons personeel. Ik denk dat het mooi is voor ons personeel, dat het blijk van waardering is hoe ze ons bedrijf in 25 jaar hebben opgebouwd. Dat is een blijk van waardering. En ik denk dat het ook een waardering is naar onze klanten toe, want wij hebben toch heel veel klanten. We zijn een relatiebedrijf. Dat onze klanten ook worden gewaardeerd dat ze met ons samenwerken en met elkaar al die mooie projecten maken. Wie daadwerkelijk met het mooie beeldje naar huis gaat, weten we op 8 maart. Dan zal de bekendmaking plaatsvinden in het Sinin Theater.